De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis, die bestemd is voor de opvang van acute aandoeningen of verwondingen, heeft in 2018 minder aanmeldingen geregistreerd dan in 2017. Dit meldt de PR-afdeling van het AZP. Middels voorlichting wordt getracht personen te wijzen op het belang van het op tijd bezoeken van de huisarts of wachtdokter in plaats van eerst te kiezen voor de SEH. Als voorbereiding op de drukke periode was er extra personeel ingezet om meer patiënten te kunnen opvangen. Waar in 2016 op de eerste kerstdag 177 personen zich hadden gemeld, waren dat 183 in 2017 en 132 in 2018. Op 26 december 2016 melden 165 personen zich aan, terwijl 157 zich hebben gemeld in 2017 en 139 in 2018. Voor het vorig jaar was het opmerkelijk dat in de oudejaarswachtdienst meer dan de helft van het aantal registraties voor de dag, in dit geval 70 personen, zich had gemeld. Voor wat de vuurwerkslachtoffers betreft is er geen verandering in het aantal aanmeldingen. Zowel in 2017 als 2018 hebben 12 personen zich aangemeld op de SEH met een vuurwerkongeval.